Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie maken avocado crème. Wat hebben we nodig? Mosterdsla, spinazie, avocado, citroen, gelatine, room, zuurdesemtoast. Dus we beginnen met de avocado's. Wat is er belangrijk? Avocado die moet mooi rijp zijn. Is hij niet rijp, dan ga je eigenlijk geen mooie gladde crème kunnen maken. Dan gaat hij ook niet lekker zijn. Dus wat doe je? Je neemt de avocado en je gaat hij lichtjes aan inknijpen in de avocado. En als dat lichtjes elastisch is, dan is die mooier rijp. Dus we gaan de avocado mooi insnijden met een fijn mesje. En dan gaan we hem eigenlijk gewoon zo gaan losmaken. Dus met punt van je mes maak je een inkeping en je gaat eigenlijk rondom rond de avocado. Dan neem je een groter mes. Nu gaan we de pit eruit halen. Dus dat doen we. We gaan met ons mes gaan we eigenlijk in de pit. Dus het mes zit er mooi vast in. We gaan een klein knikje aangeven en de pit die komt er eigenlijk heel mooi uit. Nu gaan we het vel eraf halen. Dus we maken een inkipping in de schil. We halen het er mooi af. Wat er zeer belangrijk is aan avocado's, is dat de avocado heel mooi groen is. Dat er geen bruine vlekjes in zitten. Maar als je daar puree van maakt, dan gaat die binnen de kortste keren bruin worden. En gaat die niet mooi groen zijn. Dan nemen we de gewassen spinazie. Die gaan we mooi toevoegen aan onze avocado. Kruiden met peper en zout. We doen er citroensap bij. En citroensap doen we ook bij, niet enkel voor de smaak, voor de frisse smaak te krijgen in de crème, maar ook tegen het verkleuren. Dus nu zetten we de pot op de blender. Hier hebben we onze room. Die gaan we lichtjes verwarren naar 60 graden. Hier hebben we twee blaadjes gelatine. De gelatine die hebben we al voorgeweekt en die staat in de koeling, zodanig dat die mooi zacht wordt. Nu gaan we de gelatine mooi gaan uitknijpen, zodanig dat alle overtollig water eraf is. En dat gaan we gaan toevoegen aan onze room. Wat er ook zeer belangrijk is, de room die gaan we gaan verwarmen tot 60 graden, niet hoger. Want hoe warmer de room, hoe meer kans dat onze crème bruin zal worden. Nu gaan we onze room er aan toevoegen en dan gaan we alles mooi mixen. De avocado crème, die is mooi glad en die is mooi groen. En nu gaan we alles mooi passeren door een fijne zeef. Nog wat peper en zout. Nu gaan we de avocado crème mooi in een spuitzakje doen. En die gaan we mooi laten opstijven gedurende 1 uurtje in de koeling. Avocado crème, die is nu heel mooi opgestijven. En nu gaan we een mooi beetje avocado crème spuiten in ons pot. Een klein beetje mosterdsalade eraan toevoegen. Avocado crème, dit is een basis uit mijn keuken die ik heel veel gebruik, ook met visgerechten en vleesgerechten. Zeker lekker, first class en tot de volgende keer.